Noob DNPNL met vandaag een nieuwe video. En vandaag ben ik hier met een fantastische nieuwe video. Ik ben zo gek als een deur. Dat komt misschien omdat ik om 10 uur 's avonds nog koffie drink. Ik wilde eigenlijk gaan gorgelen, maar ik dacht van dit is zo smerig, dat kan ik echt niet doen. Toch gedaan. Vandaag zijn we hier met een Creators of C-wedstrijd. Ik werd opgesteld als rechtsback. Doe zeker een duimpje omhoog als je dit soort video's leuk vindt. Ik wil minimaal 7000 likes van mensen, dat gaan we zeker halen. Doe een duimpje omhoog als jij geen koffie drinkt. En doe een duimpje omhoog als jij wel koffie drinkt. Dus eigenlijk, of je nou wel of geen koffie drinkt, doe gewoon een f***ing duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan. Dan kan je beneden. Ik probeer echt elke dag te uploaden. Lukt af en toe niet. Maar ik ga ervoor elke dag te uploaden. Morgen, jongens, komt waarschijnlijk de ontknoping van Takaflakka online. Dus wil je dat nou zien en zeker niet missen? Abonneer op mijn kanaal. Kan hier beneden. Heet je van harte welkom. We gaan echt oprecht langzaam richting de 300k. Dus dat is helemaal top. 300.000 abonnees. Jawel. Oké, sorry. In ieder geval, ik stond rechtsback vandaag. Er waren beelden gemaakt van Ali B. Dat Ali B er was. Die was er niet. Er werd even groots aangekondigd. Oh, Ali B komt, Ali B komt. Die was er niet. Hier stonden we klaar als een gladiatoren te luisteren naar een prachtig verhaal. Kijk ons geïnteresseerd luisteren. Ongekend. Kijk mij. Oh mijn god. Oh, en klappen. Jawel, klappen. Ja, lekker heerlijk klappen. Helemaal niks mis mee. Oh, ingezoomd klappen. Ingezoomd klappen. Fantastisch. Ik wil trouwens een shout-out doen naar creators. Hun links in de beschrijving staan. Wat we hier zien is dat ik mijn haar tijdens de spies nog even goed aan het doen ben. Want wie mooi wil zijn, moet natuurlijk goed zijn haar doen. Wat moet ik met mijn haar doen? Ja, ik kan het zeg maar... Wel, we hebben het nu wat langer laten groeien dan het eerst was. Maar nu is het, ja, nu is het gewoon weer tijd om naar de kapper te gaan. Maar ja, ja, lastig, lastig. Als jullie goede haarstijlen hebben, stuur het naar me op Instagram DM. Mijn Instagram is KoenKLN. Volg mij vooral. We moeten nog maar 800 volgers volgens mij voor de 150.000. Kijk of dat waar is. 818 volgers tot de 150.000. Nou, na deze video hebben we dat natuurlijk. Nee, ik denk het niet, hè. Nee, maar als je mij dan niet volgt, KoenKLN, Koen, ding, 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 groen, groen. Nee, Koen. Laten we maar doorgaan. In ieder geval kwamen we hier het veld op. Ik had twee kinderen bij me op dit moment. Twee kinderen. Ik ben een man van de kinderen, zo ook wel genoemd. Dat is echt zo. Echt, ik had het echt naar mijn zin, zoals je ziet. Ik was lekker aan het springen met mijn twee teammaatjes. Hey! Niks aan het hebben met... Ik had overigens mijn shirt in mijn broek gedaan, want ik had weer een te groot shirt. Ja, wat het probleem is een beetje is, ik ben wel redelijk lang. Ik ben 1,83, maar ik ben vrij dun. Ik ben druk bezig om aan te komen. Nee, maar langzaam maar zeker. Ik ben echt al flink wat kilo's aangekomen. Echt al 5 kilo ben ik aangekomen of zo. Dat is best veel, terwijl iedereen juist probeert af te vallen, maar ik probeer aan te komen. Dit boeit echt helemaal niemand. Nee, dit boeit echt helemaal niemand. Maar ja, ik ben dus vrij dun. Maar kan ik niet doen. Ja, dus blijf me lekker de grap over maken, want dat boeit me helemaal niks. We hadden weer een Eredivisie scheidsrechter. Als hij lacht, lijkt hij echt op Kevin Dix. De wedstrijd begon en zij begonnen met een beetje 18 rondspelen. En ja, de opstelling was als volgt. We hadden ze maar op goal Noah en dan linksback stond volgens mij Raoul. En dan in het centrum Matty en Rob en ik rechtsback. Ja, de rest maakt niet zo heel veel uit. Maar dat was dus de verdediging. Ik rechtsback. Respect, sterspeler positie, jullie kennen het. En ik moet zeggen, het had hiervoor vrij hard geregend. Dus het veld was glad. En we speelden op echt gras, wat natuurlijk heerlijk is. Heerlijk, echt gras is zo lekker, jongen. Ik vind het bizar dat wij hier gewoon op een echte goede mat konden spelen. En dat gewoon ongelooflijk maar waar. Dat normale Eredivisie clubs helemaal niet spelen. Dit is echt een slechte bal van Rob. Oh god, maar daar kom ik in! Boom! Jawel, fantastische sliding. Niks mis mee. Hoppakee, in de herhaling. Oh mijn god, wat een goede sliding. Holy shit. Nuttige sliding ook. Ik had hem totaal niet normaal kunnen schieten. Nee, lekker glijden, lekker sliden. Helemaal niks mis mee. Wat een fantastische sliding. En daarna hoppakee zit ik er ook weer tussen. Paasje op Vincent. Heerlijk zeg. En zo kan de aanval gewoon rustig doorgaan. Ik wil wel het balletje van Glenn krijgen. Maar Glenn die denkt er anders over. En die gaat lekker drillen, want die kan dat. Ja, die kan gewoon goed voetballen. Ja, kutbal. Glenn, je kan er echt gereed van. Glenn, jongen. Glenn, wat is hij nou? Hierna komt mijn man weer in de bal. Ja, en dan zit Rob er goed tussen. Fantastisch. Dan zit Rob er echt goed tussen. Hij schiet daarna vol de bal tegen mij aan. Daardoor wordt het wel een immer voor de tegenstander. Het scheidt zij ook van ja, ja. Hij kwam tegen de speler aan. Is hij dan niet voor jullie? Terwijl hij het vol tegen mij aan kwam. Zeg ja, ja, eigenlijk is hij voor ons. Later kwam hier Rijn door en die gaf een paasje op Stefan. Helemaal niks mis mee. Fantastische balbehandeling. En toen bam, tegen die speler aan. Dan kwam er de counter, een diepe bal. Goed gebukt van mij, zeg. Uitstekend gebukt. Helemaal niks mis mee. Keihard weggeschoten ook die bal. Onnodig hard weggeschoten. Daarna kwam er weer een diepe bal. Een diepe bal van deze speler. Wat doe ik hier? Ik doe niks. Ik wacht rustig af. Ik wacht rustig af. Hij wacht ook rustig af. Oké, ja. Kijk, het mooie was, ik had met mijn tegenstander aan het begin. Die stond helemaal stil aan het begin. Toen zei ik van, waarom sta je stil? Zei van, ja, ik hou niet zo van rennen. Zei ik, mooi. Laten we dan nu afspreken dat we niet te veel gaan rennen. Gewoon rustig aan. Maak het leuk. Niet te veel rennen. Hij zei, ja, ja, is goed. Dat was wel mooi. De vorige keer, toen hadden we van die fanatieken die constant aan het rennen waren. Daar word je echt helemaal niet vrolijk van. Aan het begin van de wedstrijd waren we echt zo slecht. Echt ongelooflijk slecht. Rol doet dit dan wel weer goed. Ah, heerlijk gedaan. Heerlijk gedaan van FC Roelie. Fantastisch. Hop, hop, hop. Ja, oh, ook. Oh. Maar ik weet niet wat er gebeurde, maar we konden gewoon niet een paar passes goed geven of we waren de bal weer kwijt. Echt dramatisch. Terwijl normaal gesproken, ja, we zijn eigenlijk altijd, met Kier zijn we de eerste helft eigenlijk altijd slecht. Echt, we zijn echt nog nooit goed geweest de eerste helft. En dan krijgen we altijd een donderspeech van Glenn in de rust en dan is het weer goed. Zie mij trouwens lopen, jongen, met mijn mooie lange gazellebenen. Nummer 20, wel een prachtig nummer ook. Een soort nummer 10 ben ik, maar dan twee keer zo goed. Nummer 20, echt fantastisch. Fantastisch. Dit is een goed shot trouwens. Fantastisch, zeg. Gelukkig is mijn shirt niet te groot. Oh, wacht. Is hij wel...
Wat ik dus hier wilde doen. Die speler kwam dus langs. En ik dacht, ik ga hem gewoon pootje haken. Maar ik deed veel te mieterig pootje haken. Als je gaat pootje haken, moet je er echt voor gaan. En dat deed ik niet. Dus hij rende gewoon zo langs. Maar hij was niet heel goed gedaan, moet ik zeggen. Toen kreeg hij een kans. En die werd goed geblokt door Roel. Roel uitstekend gedaan, jongen. Oh, Roel glijdt mis. Maar daar is de Fano. En is de kans verkeken. Hier trouwens een prachtige inworp van mij. Achter een steiger. Jawel. Hoppakee. Zo, wat een inworp. Ver ook, hoog ook. Wel kwijt. Krijg ik hier de bal? Rob, geef paas met de bal. Rob, paas met de bal. Rob. Ik wil de bal. Ik. Rob, man. Eigenlijk wil ik ook een keer spits spelen, mensen. Ik wil een keer in de spits staan. Als we 10.000 likes halen op deze video, ga ik vragen of ik de volgende wedstrijd even spits mag staan. Gewoon even. Om te kijken of ik een fantastisch doelpunt kan scoren. Moeten we eigenlijk wel voorstaan, anders gaan ze me nooit spits laten. Maar 10.000 likes ga ik proberen. Oh, hier ben ik weer zwaar in de buurt. Ja, ja. De speler komt er langs. Nee hoor, want daar ben ik. Jawel. Gewoon ertussen. Ik zat er wel weer goed tussen hoor. Even kijken, even herhaling. Zo. Je kwam er goed door toen een paasje buitenkant rechts. Ja, en dan. Oh, die pace. Fantastische pace sliding. Oh, helemaal mis. Maar goed gered. En ja, ik maakte hem wel moeilijk. Flinke zwalbe trouwens. Ik laat ook hier zien, hè. Aan de scheids, duiken. Duiken. Zwalbertje. Ik zou graag een keer mijn pace willen testen. Ik weet niet hoe ze dat testen bij EA. Maar ik denk dus oprecht dat ik niet meer. Ik denk oprecht dat ik 40 pace heb. Hier kreeg ik een inworpie. Dit was volgens mij geen perfecte inworp. Niet heel goed. Maar ook ja. Er kon nog een veel slechter aan. Laten we het daarop houden. Hier was ik dus weg. Hè, want ik had net die inworp gedaan. Ja, en dan zie je gelijk dat het gevaarlijk wordt. Dan komen ze hier door aan de rechterkant. Ja, en dan weet je gewoon, dit is een probleem. Maar ja, ze missen de rechtsback. De rechtsback. Oftewel de sterspeler van het elftal. Oftewel, ik. Roel wordt hier wel flink uitgespeeld. En dan komen ze erdoor. Wordt het wel een doelpunt? Ja. Ah. Eigenlijk wel mijn fout. Kijk, ik moet gewoon mijn verdediging. Ik moet gewoon helpen in de verdediging. Anders gaat het gewoon mis. Rob, Raoul en Matt. Het spijt me dat ik er niet was. Ja, ik was er wel weer. Ik was er helemaal teruggerend, uiteraard. Ik ging vol in de sprint. Duurde ongeveer 2,5 minuten. Was ik terug. Maar ja, wel tegengoal. Jammer. Helaas. 1-0 achter. Oh, bij mijn man. Koenje man. Raoul. Helemaal bos in. Goeie redding. FC Roelie. We kwamen nog een keer door op links. Rob gaf mij goed rugdekking. En die gaf mij toen de bal. En ik dacht, ik speel deze in één keer door. Zo, hop, cheeky naar Rob. Maar hij was gewoon een kutbal. Sorry Rob, het spijt me. En toen, bam! Tegenzijk, hop, vol erin. Niet inhouden. Tackle, ging vol op mijn been staan. Hij ging gewoon op mijn been staan, die gast. Zagen jullie dat? Even in herhaling. Kijk, hier, sliding. En toen... Krak! Ongelooflijk smeren. Gewoon vol mijn been. Scheids erover gaat het. Ja, scheids had in moeten grijpen. Varretje, rode kaart. Gewoon geen gezeik. Dit hoort niet thuis op mijn voetbalveld. Dit was echt mijn wedstrijd. Oh, hoppakee! Oh, hier kreeg ik even een dingetje van Glenn. Van je bent goed bezig. Geen grap. Zei hij, ja. Glenn Helder. Profvoetballer geweest. Zegt tegen mij. Koen, je doet het goed. Zei ik van, nou, dankjewel. Maar jij doet het ook goed hoor. Nee, dat zei ik niet. Ik zei, nee. We staan achter, man. Alles voor het team. Alles geen voor je club. Oh, daar kom ik weer. Oh. Hier is weer het geval met de voorzet. Oh, ging er langs. Oh ja. Oh, mijn god. Ik kreeg hier even een momentje kort. Ik werd er helemaal gek van. Want jullie zien het dus niet zo goed. Maar we waren echt zo slecht deze eerste helft. We hebben echt geen kans gecreëerd, voor mijn gevoel. En iedere keer als we de bal weg hadden in de verdediging, waren we binnen 3 keer de bal weer kwijt. En iedere keer waren ze maar aan het spelen. Dat ik na een tijdje, ik ben er gewoon klaar mee. Toen trapte ik hem gewoon. Ja, echt debiele actie. Zonder enkele reden trap ik hem gewoon. Hij gaat er langs. Bam! Hij flikkert ook bijna omver. Ik trapte dus niet zo hard. Ik heb toch niet zoveel kracht in mijn been dat ik iemand omver kan trappen. Wat een debiele actie. Hoor je dat op de achtergrond? Oh, steek doet toe. Heel erg leuk. Hier kwam Stefan langs aan de rechterkant. Die gaf hem voor. En toen schoot deze man hem in zijn eigen goal. Waarom? Geen flauw idee. Hij dacht, ik schiet nu in mijn eigen goal. Dan maakt het weer spannend. Bijna geen kans gecreëerd. Toen schoot hij hem ineens in zijn eigen goal. Nou, helemaal prima. Niks mis mee. Wel blij mee natuurlijk. Want een goal is een goal, jongens. Een goal telt gewoon. Maar ja, hoe die erin gaat, een goal is een goal. Onthoud dat. We stonden dus 1-1. Echt vrij onterecht. Maar echt letterlijk 5 seconden later komt er een oeier tussen. Maar echt via de kluts. Echt een vervelend doelpunt. Vervelend doelpunt om tegen te krijgen. Echt een paar minuten later stond 2-1 achter. Lullig. Vervelend. Irritant. Ik liep hier zelfs mee. Dus hier, kijk. Moet je even opletten. Garrett Bill. Paas hier. En ik denk van, dit is mijn moment. Hier ga ik hem pakken. Arsenio paas naar links. Die paas naar Glenn. Glenn komt naar binnen. En ik aan het stomen. En rechterkant. Aan het stomen. En Glenn zegt tegen Frazi. Laat gaan. Alleen zat de laatste man tussen, jongen. Anders had ik gewoon gescoord. Anders had ik zeker gescoord. Maar hier was ik dus helemaal kapot. Hier weer een bal. Ik zit hier tussen. Nee. Nee, dus. Ik hoop dat ik het ineens mezelf zou zien. Maar was helaas niet het geval. Hier baal ik van. Mezelf dit in de tweede helft. Het was zo koud om weer naar buiten te komen. Kijk wat ik zeg. Alles geven voor je club. Tweede helft was begonnen. En we gingen ervoor. We gingen echt voor die overwinning. We gaan er echt voor. Oké, hier kom ik ertussen. Denk van, oké, mooi. Goed, dan geef ik echt een dramatische bal. Echt zo'n paniekbal. Dus trekken. Ik ben zijn shirt uit van die gast. Overtreding. Scheid. We spelen toch voetbal, geen hockey. Wat is het nou? Onzin. Toen balletje op Arsenio. Nou, dan begint Arsenio weer aan een heerlijke Arsenio dribbel. Hoppakee, zo langs. Hop, werd hij zeker gehaakt. Ja, hier, ik zweer het je mensen. Hier lijkt net alsof er weinig gebeurt. Eigenlijk lijkt dat niet, maar misschien een heel klein beetje. Maar ik stond erachter en zag echt duidelijk dat hij aangeraakt. En hij ging in eerste instantie niet neer, maar was helemaal uit balans. Zeker een penalty, waardoor we weer op gelijk spel konden komen. En Glenn is natuurlijk een echte prof, een echte. En die schiet de bal gewoon rustig binnen. Geen enkel probleem. Schiet de bal gewoon rustig binnen. Prima, niks mis mee. Oh, hier. Oh mijn god, dit moet je zien. Ik ga even naar de bank toe en zeggen van, kom op, we gaan winnen. En toen wilde ik ingooien. En toen gleed de bal uit mijn hand en kopte ik de bal naar voren. Ik kopte de bal. Ik gooi hem zo. Zo via mijn achterhoofd. Zo donk. Zo slecht. Bal krijg je geel voor de bal wegtrappen. Iedereen juichen. Mooi. Volgens mij kwam hier bijna het moment. Ja, hier is het moment, jongens. Hier zag ik mijn carrière aan me voorbij flitsen. Een counter, gevaarlijke counter. Hij paast de bal overheen.
Ik schiet deze bal weg. En terwijl ik dat doe, oh mijn god. Het schiet me in mijn kuit. Oh mijn god. En ik denk, het is klaar. Matty komt naar me toe en zegt, Koen, gaat het? Wat is er? Gijs komt naar me toe en zegt, gaat het? Wat is er? Ik had gewoon kramp. Ik had gewoon kramp na 65 minuten. Echt vol kramp in allebei mijn kuiten. Ongekend. Die tegenstander ging me meteen helpen met de kramp eruit te duwen. Paul kwam me ook nog uitlachen. Ik lachte er maar van, oh mijn god. En zei tegen hem, het is goed. En toen, nee, toch niet goed. Want ik kwam het gewoon weer terug. Oh. Ik dacht, het einde van mijn carrière. Allemaal lachen ook. Iedereen was er maar aan het uitlachen, jongen. Ongekend, wat triest. Er stond al een wissel voor me klaar. Ik ga trouwens dit door laten spelen. Want ik ging er dus op dit moment uit. Ter speler rechtsback. Dankjewel, allemaal even klappen voor mij. Hallo, klap even wat meer. Ik ga er hier uit. Hoor je voelde ik van gaten. Ik zei ja. Kramp. Ja, oké, dat valt mee. Hier was de bal dus ingegooid. Letterlijk, hier was de bal ingegooid. Ik ben er echt 2 seconden uit. Legit. En ik denk 7,5 seconden later is het 3-2. Ik draai me letterlijk om en ik zag ineens dat 3-2 was. En we waren allemaal van, hoe kan dit? Wat is dit trouwens voor celebration? We waren allemaal van, hoe kan dit? Waarom staat het ineens 3-2? Wat een onzin. Noah hier, die heeft hier de bal. En ik weet niet wat hij hier doet, maar hij schiet die bal tegen die speler aan. En die trekt hem daarna neer. Krijgt die penalty tegen? Ja, logisch. Duh. Maar ze kregen toen de penalty en Noah ging naar de hoek. En hij schuift hem heel rustig in de andere hoek. Er stond dus 4-2 achter. In ieder geval, hierna kwamen we weer door. Arsenio hier met een goede actie. En hij scoorde. Stond 4-3. En toen hebben we ergens ook nog de 4-4 gescoord. Maar die zit volgens mij niet in de bestand die ik heb. Ik ben er doorheen gegaan, maar ik kan het niet vinden. In ieder geval stond hij 4-4. En toen wilden we winnen. Totdat in de allerlaatste minuut dit gebeurde. Ah, ze kwamen door. Het was letterlijk in blessuretijd. Wij wilden echt heel graag nog winnen. Dus echt iedereen was naar voren. Ja, hij gaat hier mooi langs Roel. Gewoon mooie actie. Niks mis mee. En hier staat hij helemaal vrij. En ziet hij de 5-4 binnen. Daarna werd er niet meer gescoord. Verloren dus 5-4. En was het tijd voor de foto's. Wat een ongelofelijke veel kinderen op het veld. In ieder geval, mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je deze video leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. Gaat inmiddels alweer beter met mijn been. Ik kan weer lopen. Dat is mooi. In ieder geval, ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken. En zeg like video op de volgende keer. En ik zeg doei. Later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt de dubbel in. Kom BTC, niet voor later een verdubbeling.